De 30 asielzoekers zijn donderdagmiddag gearriveerd in het voormalig belastingkantoor aan de Stieltjesstraat. Tot september 2018 wonen daar maximaal 300 mensen. In eerste instantie zouden 500 asielzoekers de acht verdiepingen van het pand betrekken, maar doordat de vluchtelingenstroom afnam, is er minder opvang nodig. Het ziet er nu nog wat saai uit, maar als het aan de gemeente Nijmegen ligt, komt daar snel verandering in. De Pipelwagen die door Nijmeegse buurten kan worden geleend voor buurtactiviteiten gaat namelijk opgeknapt worden. Inwoners van Nijmegen kunnen ideeën insturen naar het wijkmanagement. Het leukste idee mag daarna door de inwoners zelf tot uitvoering worden gebracht. Er is een tijd aangebroken waarin het harder dan ooit nodig is om elkaar te benaderen met meer liefde. Neem een van de onderstaande briefjes mee en overhandig deze aan iemand die je vandaag ontmoet of tegenkomt. Dat is de tekst die op posters staat, die door heel Nijmegen hangen. De initiatiefnemer is onbekend, maar de briefjes met de liefdesboodschap vinden gretig aftrek.